Op en rond Urk zijn gisteravond 4 mensen aangehouden wegens verboden wapenbezit. Een van de verdachten had een slagwapen in een vlag gewikkeld. Ondanks meerdere oproepen op sociale media om te komen vechten in het vissersdorp, bleef het relatief rustig op Urk. De politie controleert dagelijks de toegangswegen naar Urk. Mensen die geen goede reden konden geven voor een rit naar het dorp, moesten rechtsomkeerd maken. Vrijdagavond moesten meer dan 50 auto's dit doen. Sinds een ruzie maandagavond is het onrustig op Urk. Toen ontstond er een vechtpartij in en bij het huis van een Marokkaans-Nederlands gezin aan de Noorderpalen. De politie blijft de komende dagen de situatie op Urk in de gaten houden.